De Muggenronde is al bijna 60 jaar het spektakel voor de jeugd van Haarlem en omstreken. De strijd om de mug is zaterdag 8 augustus begonnen en duurt een week. Vandaag zijn de deelnemers op een parcours dat is uitgezet op de Grote Markt. De renners van de 88ste. Halve 80. Muggenronde. Hi, hoe heet jij? Oriana. En ik zie dat je een hele mooie gele trui aan hebt. Waarom heb je die aan? Sta ik in het eerste in het klassement met de Muggenronde. En wat heb je daar allemaal voor moeten doen? Gewoon hard rijden en door de pion heen. En dan zo'n tijd neerzetten. En hoe ging het vandaag op dit parcours? Ik ging best wel goed. Ik gleed op een gegeven moment wel weg, maar ben blijven staan. Ben je blij met de tijd die je hebt gehaald? Ja, dat zeker. Denk je dat je vanavond nog steeds de muggentrui aan hebt? Ik weet het niet, ik hoop het wel. Nou, mijn naam is Ben Prins en ik ben voorzitter van de Haarlemse Muggenronde. Oké. En wat zijn precies je taken als voorzitter? Ja, het evenement regelen. Dus ervoor zorgen dat de pionnen er zijn, dat de hekken er zijn, dat de kinderen er zijn. En dat de sponsors er zijn, dat is een hele belangrijke. En dat lukt tot nu toe ook altijd nog, dus daar ben ik heel blij mee. De Muggenronde is voor kinderen van 9 tot 15 jaar. En of ze nou een normale fiets hebben of een racefiets, iedereen kan meedoen en het is gratis, dus dat is heel mooi. Dus voor iedereen ook hartstikke toegankelijk. En ja, dat is een mooie leeftijdscategorie, mooi verspreid en van jong tot oud kunnen ze hun kunsten laten zien, zeg maar. Vandaag rijden we het obstakelparcours op de Grote Markt, dus om pionnen heen rijden, over de wip heen. Groot obstakel, eigenlijk wel het grootste obstakel dat we hebben. En heel spannend voor de kinderen. En dat parcours rijden we al zeker, ik denk wel meer dan 30 jaar hier al. Het is dit jaar wel een beetje aangepast, maar de essentie is nog hetzelfde. En wat voor ander soort wedstrijdjes doen de kinderen nog? De kinderen worden getest op behendigheid en op snelheid. Dus we doen ook heel veel sprints. We doen estafettewedstrijd, dat ze handjeklap moeten doen. We doen vak-estafettes, dus dan moeten ze elkaar in het vak zeg maar aantikken. Wat doen we niet? We doen echt van alles. Snelheid, wendigheid. Dat is eigenlijk waar we op testen en dat op verschillende manieren. Ik sta hier bij de ploeg van? Vederman. Oké, en jij bent teamleider van deze ploeg? Ja, klopt inderdaad, ja. En hoe doen jullie het tot nu toe? Ja, supergoed. We hebben de eerste in de klassement van de jongens en een bolletjes. Dus dat betekent dat hij de eerste is van zijn klassement. En hij is de eerste van het totaalklassement. En hoe voelt het om eerste van het totaalklassement te staan? Heel erg gaaf. En, je kan vooraan fietsen, vooraan groep. En dat is wel gaaf. Want ik ben hiervoor nog nooit geweest. En sta je vanavond nog steeds zo hoog, denk je? Ik hoop het wel. Dus je voelt je al een beetje als Chris Froome misschien? Ja, een beetje wel, ja. En waar is de bol? Daar. Hoe gaat het met jou tot nu toe? Ja, goed. Ja? Heb je vandaag het parcours goed gelopen? Ja, misschien wel. Snelle tijd? Ja, ik had de snelste tijd tot nu toe. De snelste tijd tot nu toe? Ja. Wauw, supergoed. En jij, hoe gaat het nu? Ja, ik vind zelf dat het heel goed gaat en... Ik deed ze mezelf ook. Even een beetje draaien naar de camera. Ik probeerde goed mijn best te doen ook. Niet te vallen natuurlijk. Ik ben al 2 keer gevallen deze week dus. Oh jee. En was het hard? Ja, niet echt, maar ik heb er wel 2 lelijke wonden aan overgehouden. Laat het zien. Ja, hier eentje op mijn knie. En op mijn arm nog een schaafwond. Oh jeetje, ja, ik zie het. Dus. En ik hoorde dat jij ook gevallen was gisteren. Ja, ik was gisteren ook gevallen, maar had ondanks de val nog wel de snelste tijd. Hartstikke goed, gelukkig maar. Ja. Hoe bevalt het tot nu toe? Het is erg leuk, maar het wachten is wel heel leuk. Ik zou je aanraden om ook volgend jaar met de Muggenronde mee te doen. Ja, zou je dat aanraden aan iedereen? Hartstikke goed. Wanneer is de 60ste verjaardag en wat gaan jullie nog iets speciaals doen? Het belooft een fantastische Muggenronde te worden. Het is over 2 jaar. Het is dit jaar de 58ste, over 2 jaar de 60ste. En het borrelt hier wel een beetje, maar concrete plannen zijn er nog niet. Maar dat belooft iets heel leuks te worden. Het 023 nieuws vind je ook op haarlem105.nl en je mobiele telefoon.